<laughs> ja. Hallo en welkom bij aflevering 82, eigenlijk aflevering 89 van Che Geek, een Nederlandse Geek Podcast. Uh, ik ben Getter van de Dutch Nerd Club. En ik zit hier tegenover Melvin van Dirties. Een soort van naast Melvin nu. Want de tafel wordt beneden gerenoveerd. Hè, dus we ja. zijn. Uh, Um, we zijn verhuisd naar kantoor. We zijn even verhuisd naar boven. Normaal zitten we ook iets verder uit elkaar. Maar ja, het kan nu heel even niet anders. Maar we hebben allebei al corona gehad. Dus ja. dat scheelt weer. We zijn safe. Ja, het is uh, ook een, misschien wel een preview op de Shaking Studio. Ja, oh ja, dat, dat over, komt. Een, over een paar weken. Ja, we zijn dus bezig inderdaad met de Shake. Voor onze trouwe luisteraars, we zijn bezig met de Shake Studio. Uh, uh, Echt een studiootje. Ja. Jij bent op zolder bezig om daar echt iets te maken. Dus dat wordt super vet. Dan wordt het gewoon nog professioneler. Langzaam werken we naar ons Media Empire toe. Ja. Um, wij nemen deze aflevering op op 6-2 2021. Um, uh, ja, uh, we zitten dus voor het eerst op YouTube. Dus we hebben waarschijnlijk dus heel veel nieuwe kijkers/slash luisteraars. Hopelijk. Uh, we gaan het daarom ook een beetje anders doen. Dit wordt een soort van preview. Dus het wordt de eerste 10 minuten of het eerste kwartier. Want ik denk namelijk dat als je dat langer doet, dat mensen dan gewoon afhaken. Ja. Uh, dus we geven een soort van preview van wat wij doen. En daarna dan zeggen we: luister verder op ons YouTube-kanaal of op ons uh, Spotify of op Apple Podcasts of whatever. Uh, en op audiogeeks.nl, ook heel belangrijk om even te noemen. Uh, maar we gaan deze week gaan we, uh, de geeky dingen bespreken die wij gedaan, gelezen, gekeken hebben. Hè, dat zei ik net ook al. Um, daarnaast uh, gaan we het geeknieuws bespreken. We onder, onder andere de dood van Dustin Diamond ja. en Christopher Plummer. Uh, Super Nintendo World is open, daar gaan we het heel even over hebben. Uh, in uh, Universal Studios Osaka. En uh, we nemen nog even de nominatie van de Golden Globes door. En daarnaast hebben we ook nog een paar vragen van luisteraars. Dus uh, we hebben weer een lekkere, volle aflevering Melvin. Oh, ja. um, dus ja, laten we maar beginnen. Wat heb jij deze week gekeken, gelezen, gedaan, gestolen, gestolen gegeten? gegeten. Um, ja, dat viel eigenlijk best wel mee in hoeveelheid. Ik heb vooral dingen gekeken en dat lijstje bestaat ook maar uit drie dingen. Oh, ja. um, een beetje op aanraden van jou, of ja. door jouw enthousiasme, don't listen, ja. Netflix, Spaanse ja, toch um, Spaanse. Cool. Ja. Origineel. Ja, het is niet. Uh, ik weet, ik ben. Hij staat al een tijdje op. Maar de laatste tijd ben ik me steeds meer aan het wagen aan Netflix-producties, horror-producties. Oh. Um, Anders Dus twee weken geleden was dat de platform. Nu platform. don't listen. Ja, ik zou zeggen aanrader. Nare film is het, hè? Nare ja, heel film. na. Maar dat maakt hem juist zo, zo origineel. Dus het is niet. Uh, ja. ja. Uh, uh, nee, dat is te spoilerig. Um. Aan het begin had ik echt zoiets van: inderdaad, dit wordt insidious. Um, ja. Whatever. Maar het, het, het lijkt wel of ze heel veel verschillende elementen uit verschillende soorten uh, paranormale films hebben gepakt. En dan ook nog even lekker wat slasher shit er doorheen hebben gegaan. Ja. En dat, daar hebben ze een film van gemaakt. Ja, dat en het, cool. het werkt allemaal. Het past heel goed. Ja. Uh, het is twisty. Inderdaad, dat insidious, dat, dat begrijp ik wel. Het is een, uh, een, een stel dat samen met hun zoontje een huis betrekt. Ja. Met het idee, ze hebben dit vaak gedaan, ze gaan dit huis renoveren. En dan gaan ze het verkopen. Ja. Flippen. Um, en terwijl ze daar zijn, blijkt het alsof het gespookt. Dat zoontje ja. hoort stemmen. Uh, de film opent ook dat er een kinderpsycholoog met dat zoontje praat. Ja. En, uh, uh, oh, wie, wie zijn die stemmen dan? Zijn het je ouders? Nee, het zijn andere mensen. Ja. Um, en, um, ja, en dan, dan ontpopt het verhaal zich, want dit klinkt best al, zeg maar... Het klinkt het, cliché. Uh, juist. Het klinkt nou niet echt dat je denkt van, wow. Holy crap, ja, dit maar klinkt... Het, maar het, ja. maar het, het, ja, zodra de film, ik zou zeggen dat het al met een tien minuten is, ja, kom je ja, erachter ja. dat het heel anders is, en veel origineler. Ja. Ja. Um, en het doet ook echt wel dingen die je niet vaak ziet in wat voor films dan ook. Zelfs niet in horrorfilms. Ik vond hem ook echt best wel eng. Ja. Er waren echt wel momenten dat... Want, en, en daar zitten wel jumpscares in. Maar gewoon, ik vond... Vaak vind ik het ook al gewoon heel eng als er gewoon een naarsfeertje in ja. zit. En ja, ik... dat is het hier. Ja, ja, is dus dus constant. Dread, ja. dat zit erin. Ik zo... Oh, oh, nee, toch? Ah, oh, nee. En wat ik ook cool vond, was dat er toch wel onverwachte dingen gebeuren. Waar je denkt, oh, oh, gaat ja, ja, hij dood? Ja, dat is wat of, ik bedoel. Uh, wat je dus toch ja. wat je, wat je normaal ja. niet ja. ziet. Dus nee. ik, uh, ik ben blij dat er... Want dat is denk ik de reden dat er zoveel geld beschikbaar komt... Ja. van Netflix, in dit geval Spanje, ja. maar voor elk land... Dat, dat kleinere producties ook een weg kunnen vinden. Ja. En kleinere producties zijn veelal, heb ik het idee... voor een klein publiek, omdat ze origineel zijn. Of maar net dat, even anders. Daar hadden wij het vorig jaar ook al over. Ik vind het juist cool dat we... Juist doordat Netflix steeds meer internationale producties doet... Um, doordat landen zelf hun eigen Netflix-producties gaan maken... krijg je zoveel veel, veel meer mee van wat er populair is in die landen. Weet ja. je wel, wat werkt in die landen? En dat, dat begon een paar jaar geleden al met Dark, volgens mij. Die, die dat, Duitse. Duitse ja, ze wordt het ook genoemd, maar het, oh. het schijnt wel anders te zijn. Ik heb het nog steeds niet gezien, hè, oh. ik ook niet. Uh, het schijnt heel erg goed te zijn. is dus volgens mij een tweede seizoen van wat? Oh. Uh, ja, dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Dat weet ik niet helemaal zeker. Um, maar je hebt dus nu steeds meer uh, uh, Koreaanse producties, uh, je hebt steeds meer uh, Frans producties. Het ja. was het ook weer uh, met, die, uh, met die. Met die moeder. Ja, um, Marianne, dat ja. vind ik ook vet. Ja. Dat is ook een vette serie. Ik vind het heel cool om dat te zien dat het niet alleen maar Amerikaanse crap is die erop komt. Want ik moet wel zeggen, ik vind het niveau van de niet-Amerikaanse series echt stukken beter dan van de Amerikaanse dingen. Want er is echt best wel veel Amerikaanse crap op Netflix. Waarvan ik ja. echt denk, vroeger was het toch zo van, wow, Netflix maakt een eigen productie. En dan was het altijd wel wat beter of zo, omdat ze wisten van, we hebben dit nodig om die kijkers vast te houden. Ja. Maar ik heb het idee dat ze nou steeds maar aan het uitpoepen zijn... omdat al die filmstudio's... die pakken allemaal hun rechten terug... omdat ze zelf streamingkanalen beginnen. Dus ik denk dat daardoor het niveau... omdat Netflix heel veel moet produceren... daalt het de kwaliteit ook van die series. Maar dat is maar gewoon een aanname. Ja, ik weet niet... Dat zou heel goed kunnen. Kijk, er is natuurlijk ook... Er komt meer originele content. Ja. En als een percentage... Als 10% daarvan kut is dan waren dat vroeger misschien maar vijf films. Ja, dat precies. zijn er nu ja. twintig of dertig. Um, maar dat is wel zo. Ik ben best wel vaak een film gestart... dat ik ja. na vijf minuten al dacht van... ja, dit is toch niet waar. Ze hebben hoopte. ook van die, van die horrorfilms... die eigenlijk een soort PG-13 horrorfilm zijn. Dan is ze wow. De Dark House. En dan denk ik, oh, super vet. En ja. dan zit er gewoon, dan, is, dan zit er alleen maar wat van die cheapo, jumpscares in, maar verder helemaal niks echt engs. Of, is de uh, is Dark House met een of andere kunstenaar en die hoort stemmen uit de muur ik, of ik, zo? Ik noem gewoon de Dark House omdat dat de meest cliché titel is waar ik. Uh, nee, dat was een, ik weet niet precies waar, waar het over ging. Ik had die jongen die woont in een huis met zijn moeder of zoiets. Ik weet het ook allemaal niet. En dat was meer zo'n, bijna zo'n jong achtige film over oh ja. een bopper gast. Whatever. Wat heb je nog meer gekeken, Melvin? Um, nou, over Teenie Bobber-thingy gesproken. <laughs> ik heb uh, weer, en dit is echt al de vijfde keer, Kang voor Hassel gekeken. Oh. Staat op Netflix. Ja. Um, wist ik niet. Ik kwam hem tegen en toen heb ik hem meteen maar aangezet. Ja. Ik vind het een super tof film. Ik denk inmiddels misschien wel tien jaar, vijftien jaar oud. Van Steven Chow. Mm -hmm. Toen ik achter Kang voor Hassel kwam, heb ik in die periode ook al zijn andere werk gekeken. Dus ja. hij heeft iets van. Uh, uh, je hebt Shaolin Soccer, is van hem. Ja, precies. Um, de Super Chef, Super Spy Chef, ja, Kung Fu ik Chef, weet ik weet ik het niet. Iets. Het is allemaal een beetje... Ik heb er geen Stand van. Nee? Nou, het is heel leuk. Heb je kang al wel gezien? Nee, maar die wil ik dus ah, nog heel graag zien. Ik, ik wil wel zeggen, geniaal. Ja? Um, de volledige backstory weet ik niet helemaal. Oh ja, dat is even belangrijk trouwens, even om te zeggen tegen onze luisteraars, kijkera kijkeraars. Um, we doen niet altijd het nieuwste van het nieuwste, hè? want soms dan, omdat je toch, dat er gewoon, de, de, soms heb ik geen zin om de allernieuwste film te kijken, dan komt er wel een keer. Ja, dan wil je gewoon een beetje een classic, een ja, ouwe ouwe. Toch, ik, soms, soms kijk ik een film pas na drie jaar of zo ja. en ik van oh shit, staat hier er nu pas. Op? Ja, maar je kunt ook precies, je kunt ook ergens achter komen of ja. dingen die nooit bij ons in ja. de bioscoop geweest zijn of zo, ja. um, of weer iets kijken. Dus zoals kan ik vast wel ik raad hem aan. Ja, maar waar gaat het over? Um, de film opent met een gast. Steven Jou, regisseur, schrijver en in dit geval ook acteur. Ja. Die heel graag bij een hele bekende bende wil. Hij doet zich voor alsof hij lid is. en probeert een beetje mensen geld af te troggelen. Ja. Uh, dat, dat mislukt. Hij is een beetje de bad guy. Een ja. hassler. Uh, ja, toch? Ja. En dan uit, uiteindelijk. Ja, en dan kun je wel raden hoe het eindigt, maar. Uh, gaat die kung fu doen. Ja, en hij wordt de redder van een beetje een dorpje. dat ja. steeds wordt lastiggevallen door die ene bende, de, de X-Gang. Um, en in, in dat dorpje wonen mensen, superveel mensen hè, natuurlijk, maar um, die in het echt ook oud kung fu oh, gewoon... acteurs, actrices ja. of gewoon specialisten zijn. Ja. In, in het echte leven, zeg maar, heb ik ooit gehoord. Ja. Uh, en die, die wonen daar een beetje hun, hun, uh, hun pensioen uit. En daar gaan dus het ze kung vechten? En, ja en als ze dan weer worden belaagd, dan oh. komen ze allemaal uit hun pensioen. Is, het is uh, ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Is het een soort roadhouse dat ze vragen nemen met ze allemaal op de bad guy. Of nou, het is, ja, ja, nou wel, wel, wel een beetje. Ja, uh, het speelt zich vooral af op locatie bij hun. Uh, de, ja, ik zeg dorpje, maar het is meer een, uh, wat is een favela? Dat is toch gewoon een, ja, het is een wijkje. Ik, het is nog kleiner. Het is gewoon een flatgebouw. Ja. Um, dat. een buurt super. Oké. Okay. En uh, Dimitri Martin. Wat is, Dat is het? een stand-up show? Oh. Is een stand-up comedian. Ja. Ik ben uh, een paar jaar geleden naar Amerika gegaan, waarvan één van de doelen was een bezoek aan zijn stand-up show. Ja. En uh, in LA drie dagen voordat de show zou zijn, toen wij dus al in LA waren, toen werd het geannuleerd. Ja. Oh. Uh, ja, heel jammer. Dezelfde show die je nu gekeken hebt, of maar? Uh, Nee, een andere. Ja. Maar volgens mij staat die show wel online. Maar nou, dit is. Ja, dit, dit was er één, die klikte ik aan. Ik ja. moet daar heel erg om lachen. Wat hij anders doet dan anderen, is dat hij vooral um, ja, one-liners heeft. Ja. Dus waar de, de standaard stand-up comedian, die doet een verhaaltje... en die grijpt dan terug, zoals Eddie Murphy, van... oh, ik weet nog vroeger als kind. Ja, ja. Hij doet gewoon een beetje een observatie, wordplay... en ja. zijn grap is een zin of twee, en dan gaat hij naar de volgende. Dus je, ik vind hem beetje hilarisch. Kijk je veel stand-up comedians? Nee. Nee, eigenlijk... Ik heb dat wel in tijd gedaan. Ja. Maar nu al heel lang niet ik meer. Ik had dat vroeger... Ik kreeg vroeger echt super trouw naar de varen Naar al die cabaret dingen. En op een gegeven moment ook cabaretten Of hoe heet dat ook alweer? Dat was dat nee. festival. En op een gegeven moment was ik daar helemaal klaar mee. Want ik vond het allemaal een beetje... Uiteindelijk zo toen Hans Theo en Theo Maas een beetje kwamen. Toen was het... Was het klaar, want dan vond ik het allemaal een beetje hetzelfde hoor: iedereen deed oh, allemaal. Ja. En toen ben ik dus inderdaad ook best wel wat stand-up comedians gaan kijken. Ben ik ook redelijk wat live-dingen, niet echt high-end uh, stand-up comedians, ben ik nooit geweest, maar wel ik heb redelijk wat van die avonden, weet je wel, ja. bij, de, bij de lokale. Lokale dansclub, waar dan de ja. stand-up comedian was, en dat vond ik altijd wel heel leuk, maar ook daar was ik op een gegeven moment wel een beetje klaar mee, dus misschien moet ik wel naar die grotere gasten gaan kijken, want die ja, die doen natuurlijk iets goed, waardoor zij ja. populairder zijn dan al is echt heel veel op Netflix. Ja, um, wat ik wat ik dan wel in de afgelopen maanden vaak heb gezien, is Dave Chappelle. Ja, die is na, nou ja, een pensioen van super lang. Ik noem het even pensioen of een pauze van, van super lang, enkele jaren. Is hij weer terug? Ja. Yeah. Ik denk twee, tweeënhalf jaar misschien. Yeah. En heeft hij heel veel Netflix specials. Oh. En waar hij eerst gewoon een beetje oh. een grappige gast was. Ja. Is hij nu ook serieus? Ja. en het veel slimmer beetje maatschappij kritisch. Want dat ja. kwam ook echt op het moment toen die. Uh, toen heel dat gezeid met Trump aan de hand was ook met die. Ja. Uh, met al die insurrection-gasten. Toen was hij volgens mij bij Saturday Night Live. Toen heeft hij daar een soort van monoloog over gehouden. Ja. Maar hij is echt wel. Um, nou ja, hij, hij heeft echt. Hij maakt niet alleen maar grappen. Hij weet ja. echt wel wat hij zegt. Ja. Um, en dat, dat maakt het cooler. In zijn, zijn paar laatste shows. bespreekt hij ook dingen. die ook helemaal niet serieus zijn. Dus ja. hij vertelt op een gegeven moment een verhaal van een, um, een. jaren geleden in Amerika, decennia geleden in Amerika. van een zwart jongetje. Ja. Um, dat floot naar een blanke vrouw. voor de lokale buurt. super. Een jongetje was een jaar of veertien. Uh, die wordt de dag later oh, wordt ja. uit zijn huis ja, 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 ja. ontvoerd door ja. een groep rednecks, ja. zeg ik even. Ja. En die wordt een paar dagen daarna doodgevonden, uh, gemarteld en Ja, dat, super klopt, dat is een hele bekende zaak. Volgens mij is dat in de jaren dertig of zo gebeurd. Kan dat kloppen? Of in de jaren 40? Dat, en, ja. en, en die jongen die is ook echt zo gelincht en zo dat mensen ook allemaal uh, souvenirs en zo hadden gepakt. Dat was, een die, dat, dat was een heel naar verhaal. Het was gewoon een jongetje. Dat was echt een jongetje van de jaren Ja, super jong. Ja, ja heel naar is dat, dat klopt. Ja, volgens mij ja, ja. is het is de uh, vrouw die, die, die hij nagefloten zou hebben. Um, die heeft uh, nooit iets, iets bekend. En dat heeft ze nu gedaan op haar sterfbed een, ja, ja. een jaar of twee geleden, of zo of drie jaar geleden. Ja. Uh, en toen speelde het allemaal weer. En die moeder van dat jongetje heeft zich. Altijd ingezet voor, ja. of juist tegen, tegen racisme. Ja. Nou maar goed, dat, dat noemt u Hilarisch was dat. <laughs> uh, maar ja, een kort kort rijtje voor mij. Wat heb jij je afgelopen week? Nou, al? ik heb dus op uh, uh, Amazon Prime, uh, heb ik naar The Hunt gekeken. Cool. Het uh, is een Blumhouse film, kwam ik achter. Uh, ik hou altijd wel van die films waarin soort van revenge film, weet je wel? Van, oh, ik ga er ik, wordt uh, op word mij gejaagd, wat, wat het concept is van deze film. Z er zitten een paar momenten in, spoilers voor de hunt... waarvan je denkt van, oh, dit wordt de hoofdpersoon. Nou, nee, nee, dit wordt de hoofdpersoon. Yeah. Dit, dit wordt de hoofdpersoon. Ja, het, de film gaat er dus over dat er... Uh, een, een, een inderdaad liberal elite, dus gewoon een stel rijke elitaire super linkse gasten, wat is ook een soort parodie is van hoe de Amerikanen denken dat de aller de rijkste linkse dudes zijn, dus ze zijn allemaal. Oh nee, en je mag ze schieten wel mensen dood, maar je mag geen uh, weet ik veel wat, je mag geen kimono dragen, want dan ben je aan het cultural appropriaten, ja. weet je wel. Dat soort grapjes zitten er de hele tijd in van uh, op een gegeven moment zegt een zo'n gast... Climate change is real. En dan schiet hij zo de kop eraf. <laughs> dus dat soort gasten. Die halen dan deplorables. Wat natuurlijk een hele bekende uitspraak was van Hillary Clinton. Die zei dat alle stemmers op Trump waren deplorables. Hè? Dat was gewoon het laagste van het laagste. Echt het yeah. stomste volk. Zij uh, kidnappen dus die rijke linkse rakkers. Die kidnappen. Uh, rechtse mensen, Trump-stemmers, eigenlijk, daar komt het wel op neer. De ja. naam Trump wordt nooit genoemd, maar het komt er wel op neer. Want ze zeggen op een gegeven moment: is er een soort van chat, en dan zeggen ze: Our red fucker in chief. Nou, dan weet je wel dat het over Trump gaat. Dus die rijke mensen kidnappen rednecks, uh, Trump-stemmers, en uh, daar gaan ze op jagen. En dat, toen, aan het begin dacht ik van: oh, man ik heb ik weet niet of het, het was een beetje cheesy ja, het en het, splatterfest. het ja het was echt gory en toen dacht ik echt van ah oh man dit is ik ik weet niet of ik deze film al zo cool vind en nou niet omdat dat want je, je gaat er dus vanuit dat de, de Trump stemmers... Dat, dat zijn zeg maar de hoofdpersonen hè? daar ga je eigenlijk vanuit dat dacht ik aan het begin dat ik echt van ja worden zij nou echt afgeschilderd als de de, de good good guys en worden de de, 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 de liberal elites, nou afgeschilderd, dat is echt de bad, bad guys. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat iedereen stom is in die film. Ja. Dus ook de, de, de Trump-supporters, om het maar zo te zeggen, die worden ook afgeschilderd als weirdo's. Die, die geloven allemaal in complottheorieën en in crisis actors en wat ik van de meer. Eh, dus die zijn net zo stom als die super mensen. En dan heb ja. je dus één persoon die eigenlijk de meest nuchtere is. En dat is dan ook de hoofdpersoon waar je dan op een gegeven moment in meegaat. Zij is een mevrouw die... Ik, vond, ik vind haar echt heel erg cool. Uh, hele coole, rare bekken trekt ze allemaal. Ja, ik die, ja, die vond het echt best wel een coole film. Aan het begin dacht ik echt van, nou, dit is echt een kutfilm. En het eerste 20 eerste minuten zijn ook echt best wel kut. Dan dacht ik echt van, nou, ik heb hier echt geen zin in. Dan lijkt het een beetje... Een echte een, een B-film. Een beetje een Rana 3 d Ja, ja. 3D, ja, ja, ja. En dan echt crap. Met slechte, echt overdreven effecten. En ja. Op een gegeven moment, dan zit er gewoon in een negen. Dan flipt die film gewoon. Dan wordt het een soort van. Wordt het echt een heel ander soort revenge film. Ja, dat is ook, we, hebben, we hebben al gezegd spoilers, toch? Ja. ja. Dat uh, de, hij, hij begint met uh, de mensen die, die ontvoerd zijn en bij elkaar wakker worden op dat ja. veldje. En dat zijn er echt tien of zo. Ja, ja, ja. En binnen twintig minuten, vijftien minuten zijn die zo goed als allemaal dood. Ja. Um, en dan kom je er een beetje achter wie dus echt de, de ja, hoofdpersoon ja, ja. is. Ik vond het heel grappig dat, dat je. Ja, we doen spoilers. Dat je aan het eind erachter komt dat zij helemaal niet ja, ja. de juiste persoon dat, is. Ja, ja, Ze ja, denken ja. iemand gepakt te hebben aan de andere kant van de chat die dus een super Trump supporter is. Ja. Um, en dat is gewoon iemand met dezelfde naam ja. als zij. Ja. En zij heeft nooit dat soort dingen gezegd. Ja. En, uh... Ik vond het heel gaaf. Ik vond het ook van, zij is dan een soldaat... maar ze is heel erg gefrustreerd omdat ze een kutbaan heeft. Ja. Ik heb het idee dat zij de gemiddelde Amerikaan is... die dit allemaal maar aan moet zien... wat er in dat land aan ja. de hand is, weet je oh, wel? Ja. En ik, aan het begin dacht ik echt van... volgens mij moet je Amerikaan zijn om deze film heel cool te vinden. Of dat, je echt, dat je vooral een rechtse Amerikaan... dacht ik echt van, dit is een film ja. die gemaakt is om die... ...wat rechtsere Amerikaan aan te spreken. Maar op een gegeven moment dacht ik van... ...ja, misschien ook weer niet Ik weet het niet. Ik vond het... Ik vond het, het ...niemand is sympathiek in deze film. Iedereen is stom... Toch? Dus. Um, ja. uh, maar goed, dus die heb ik gekeken. Daarnaast WandaVision, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. En ik denk dat we het daarover gaan hebben als onze YouTube mensen weg zijn. Want dan kunnen ze daarna verder luisteren op. Dan hebben ze geen keus? Dan moeten ze wel doorluisteren. Ja. Want iedereen wil natuurlijk alles horen over WandaVision. Um, dan heb ik daarnaast gekeken naar het YouTube kanaal van Corridor Crew. Ik weet niet of je die kent. Nee. Dat zijn een stel special effects gasten. En die gaan dan oude special effects beter maken. En dat is echt heel leuk. Het is een club special effects mensen. Ze ja. werken heel veel met deepfake technologie. En die, hebben zij hun kantoor in een soort van loods Ja, als een load. Ja, ja, ja. Oh, ja het dat is, heel het is heel erg cool. Uh, ze hebben ook um, special effects crew uh, uh, react to bad special effects. Weet je wel, dat hebben ze dan ook. En dan gaan ze met z'n allen zitten op de bank. En dan kijken ze gewoon clips van cult special effects. Of juist ja, hele goede special effects. Ja. En dan zeggen ze daar iets over. Maar ze hebben dus ook een serie dat ze effecten opnieuw gaan aanpakken passen. En dat is best wel cool. Zij, ik heb dus een filmpje gekeken dat zij de, de Scorpion King, dus de rock. Ja, dat ze ook daar ook met Deepfake gewoon de rock uh, op een goede manier inzetten. Dat hij er gewoon echt eruit ziet. En ze laat het beeld ook een beetje bewegen. Zodat het net wat, wat meer dramatisch is of wat meer actievol is. Ja, dat het minder plastisch is. Ze dus tekenen die huid. Oh, ja, ja, en dat. En ik heb uh, die versie gekeken. Zo kwam ik er eigenlijk bij. Dat zij dus Luke Skywalker uit The Mandalorian. Uh, hebben veranderd in een betere en een realistischere Luke Skywalker. Die staat er nu een, een ja, maandje op of zo. Die is uh, best wel cool. Alleen de gast die zo Luke Skywalker laat spelen, die heeft een heel lelijke pruik op, waardoor ik als iets van ja, dit is toch net, dit toch klopt, dat is wel heel goed gedaan, hoor. Ja. Want natuurlijk Luke in de Mandalorian. Die moet, die acteur, die heeft natuurlijk waarschijnlijk zijn gezicht heel erg stijf moeten houden, zodat die deepfake of wat hoe ze het ook gedaan hebben, zodat dat ja. goed werkt. En hebben precies van, ja, maar je, je kan er veel meer beweging in brengen. Dus ze hebben ze gewoon die deepfake-technologie nog verder, nog ja. meer tijd ingestoken. En die man die beweegt met zijn hoofd en zijn ogen. En dat is echt supergoed gedaan. Dat is echt best wel uh, knap. Oh. Ja, naast, want we hadden het hier over. En toen vroeg ik me af, toen was mijn punt dat ik niet begreep hoe mensen thuis, mensen die niet voor ja. LucasArts werken, ja. 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 Uh, betere deepfakes kunnen maken. En toen ja. kwam jij ermee, of toen vertelde jij me dat Disney, Star Wars... Dat uh, is aan copyright-fotomateriaal. Ja, precies. En dat een, iemand thuis die kan gebruiken wat ze willen. Ja, ja, oh, ja. ja. Um, En zij hadden, dat vond ik echt super grappig. Ze hebben volgens mij ooit, ik weet niet of die van hun is, maar volgens mij wel. Ze hebben ooit Home Alone en al de R-rated versie gemaakt. Dat al die vallen van Kevin McAllister, dat die gewoon uh, echt doen wat ze zouden moeten doen. Oh, dus als sick. iemand een verfblik deze kop aan krijgt, ja, dan heeft hij echt wel een hersenschudding en misschien ja. wel een wond. Of als iemand zijn hoofd in de fik wordt gezet, dan heeft hij echt wel problemen. Wat of die niet vier bakstenen van vier hoog ja. op je. Oh, en uh, met de zon met bloed en gore en zo. <laughs> en dat hebben ze ja. ook gedaan met uh, Willy Wonka, met uh, de jaren 60 film, de Gene Wilder film. Uh, wat super vet is. Dus hebben ze een R-rated versie gemaakt van Willy Wonka. En dan kan, kan, lokt hij die kinderen. Het is een trailer die ze ervan gemaakt hebben. Ja. En dan is het eerst echt super spannend. Met de rare, de rare belichting en bliksem. En dat hebben ze heel goed gedaan. En dan uh, steekt Charlie. Steekt iemand neer om die gouden ticket te krijgen. En daarna gaan ze dus naar de, dan uh, gaan ze naar de Chocolate Factory. En elk kind wordt stuk voor stuk op een hele nare manier doodgemaakt. Uh, dus wel op dezelfde manier als in de film, maar dan gory Hoe het en, echt zou het ja, dus zijn. die ene Augustus Gloop, dat is dat dikke jongetje die in die buis terechtkomt. Ja. En dan uh, uh, en normaal wordt hij omhoog gezogen en oh, dan verdwijnt hij in die buis. Maar ja. hier zegt Willy Wonka, oh nou, ah, wacht maar, de pressure uh, rises of niks van wat meer. En dan zie je dus die jongen die knalt gewoon uit elkaar <laughs> en dan is het allemaal gore and shit ah. en shit. Uh, je moet het echt zien, het is echt super gaaf. Uh, uh, R-rated version van Willy Wonka van de Corridor Crew. Allemaal kijken, super vet. En um, het laatste uh, dingetje wat ik heb gekeken, dat ken ik al wel een tijdje, maar ik kijk daar met super veel plezier naar, is uh, Travel Man omdat we dus stok bezig waren met... Nou ja, ik was bezig met vakantiedingen kijken. Ja. En uh, Travelman, dat is Richard Ayoade. Hè, bekend van... Uh, dat is Moss oh. van uh, de IT, IT crowds, Crowd. Die uh, op vakantie gaat een weekend lang of een paar dagen lang met een Britse comedian. O ook een keer met, uh, met uh, Paul Rudd gaat hij op vakantie. Fet. En dan gaan ze gewoon drie dagen of vier dagen gaan ze naar een stad. En dan gaan ze daar hapjes proberen, hotels proberen, uh, restaurants... Uh, de, de local delicacy, of uh, stomme dingen die daar te doen zijn. En ja. het is hilarisch. Het is echt geweldig. Uh, ik weet niet van welke zender het is. Het kan best van de BBC zijn. Maar ik vind Richard Ayoade sowieso wel echt een toffe peer. Ja. En uh, wat hij heel goed doet, is hij, hij heeft een bepaalde. Hij is hij een beetje altijd een soort dandy. Dus hij is super mooi gekleed met een stropdasje. En dan gaat hij dus met een of andere komiek gaat hij dus naar een restaurant wat heel stom is, bijvoorbeeld hij gaat naar een hier in Moskou en dan gaat ze naar een Space Age restaurant of een ruimterestaurant, ja. astronautenrestaurant. restaurant en dan kan hij dus van de menukaart iets bestellen en dan krijgen ze allemaal tubes met eten erin, zoals dat ook in de in de, in de space station gaat zeg. Ja. en dan moeten ze dus crackers met tubus en, <laughs> en het is geweldig, het is echt ook een aanrader, Travelman. Ze staan bijna allemaal op YouTube. En het is echt heel erg leuk om te kijken. Ik, ik, ik merk dat ik echt best wel een zwak heb voor reis-shit. Ja. En uh, vooral nu in deze tijd. Hè, nu we allemaal binnen zitten en niet weg kunnen. Uh, Travelman, echt een aanrader. Ga je ook een keer naar Japan? Nee. Hij blijft vooral in Europa. Op, ja, is Moskou Europa? Nee, hè? nee dat, is, dat is Rusland. Ofwel. wel? Ja, dan wel. Nooit. Nou, hij gaat naar Moskou. Ja, hij blijft vooral in Europa. It, it, Travelman. Ik kan het echt aanraden. Het is ook leuk om gewoon gezellig te kijken met z'n tweeën. Ja. Als je met z'n tweeën bent, of met z'n drieën. Ga dat gewoon eens kijken. Dat is echt heel gezellig. En cool. dat heb ik gekeken. Vette tips. Ja, aanrader. Um, ja, en daarnaast WandaVision. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Want ik oh. denk dat ik namelijk de camera uit ga zetten. Uh, wil je de rest van onze podcast horen? Wij gaan nu uitgebreid WandaVision bespreken. Dat doen wij uh, eigenlijk nu al drie weken achter elkaar. Ja. Omdat, we dat, omdat we het een super vette serie vinden. Uh, maar uh, wil je de rest horen? Dan ga je naar uh, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Overcast of welke andere podcast-app je ook hebt. Of je gaat naar audiogeeks.nl. Dat is een uh, platform met Nederlandse geek-podcasts... Uh, waaronder Geekers op je Speakers, uh, Movie Gelul met Vrienden... Uh, Cinema Coda, Crippled Crisp zit er nog steeds op. Spookjaar zit er ook nog steeds op. Um, wat hebben we nog meer? Uh, uh, the, by the Book. Ik ben die naam vergeten, sorry. Uh, over Hold young... My Book? Hold My Book over young adult novels... Whatever. Dat zijn superveel Nederlandstalige geekpodcasts te vinden. En het is super leuk om, om daar naartoe te gaan en te luisteren. Maar daar kun je dus luisteren naar onze podcast. Wij heten Shea Geek, C-H-E-Z-G-E-E-Q-U-E. -E -E -E. En um, that's it. Dus zie je daar later. Oh you